Hi, ik heb hier een oude bekende naast me toevallig. Stel je eens voor. Hallo, ik ben Nandi Kortstam. Ik zit hier in mijn winkeltje. En jonge onderneemster. En vol met leven en passie. Vertel eens iets over jouw winkeltje. Mijn winkel is Sarisol. Dat staat voor concept store met een vintage afdeling, sieraden, nieuwe kleding, Afrikaanse hoofddoeken, koffie, thee. Het is eigenlijk voortgekomen uit een droom om te kunnen koken. Maar omdat ik eerst een beetje wil wennen aan het ondernemerschap, ben ik eerst met mijn winkel begonnen. En ik ben sinds gisteren open en ik heb er heel veel zin in. Het is anders dan wat ik gewend ben, dansen, zingen en theater. Maar soms als je wat ouder wordt, dan moet je even een soort van monotoon momentje waar je een beetje kijkt wat je met jezelf aan kan. Oké, en hoe kom je aan al deze spullen dan? Wauw. Van overal en nergens door geheel de hele wereld. Dus je verzamelt ze online of hoe moet ik dat voor me zien? Ik ben heel goed in mooie dingen, duurzame dingen, dure dingen vinden voor goedkope prijs. Ik hou me ook heel erg bewust bezig met mooie vintage. Ook nieuwe spullen natuurlijk, omdat niet iedereen houdt van vintage. Maar gewoon bewust zijn van hoe de productie van kleding in zijn werk gaat en dat er eerlijk betaald wordt. En gewoon unieke dingen, weet je. Ik hou totaal niet van de grijze massa. En ik wil gewoon laten zien dat wij vrouwen alles kunnen bereiken waar we in geloven. En als jij zelf spullen koopt of kleding, koop je dan ook altijd vintage voor jezelf? Mag niet jokken. Ik koop nieuwe dingen, maar ik hou van de sale. Mm-hmm. Heel veel. Snap je? Maar ik hou ook echt, ik zeg het je eerlijk, ik hou van Facebook. De nieuwe Facebook Marktplaats is de uitvinding van het jaar. En ik hou van de Eihallenmarkt. Ik hou van alles. Ik hou van alles. Oké. Okay. Ja. En op welke doelgroep richt jij je? Doelgroep vind ik altijd zo'n stom woord. Omdat er zijn mensen in alle vormen, maten en leeftijden. En ik zeg altijd, en ieder die interesse heeft in iets moois en daarover heeft, die is welkom. Het zijn voornamelijk vrouwen, kinderen. Maar ook gewoon als een vrouw met haar man binnenkomt, dan blijft haar man ook zitten. En dan praat ik ook met de mannen. Hebben we een praatje en dan praten we over het leven. En dit is gewoon de basis. En we kunnen altijd kijken naar wat het verder zal evalueren. Ik sta open voor heel veel dingen. En ben je ook op social media te vinden? Zeker. En hoe? Sarisol, dus Z-A-D-D-Y-S en dan Sol, S-O-U-L. Perfect. Maar hoe kom je aan deze naam eigenlijk? Zit ook weer een heel verhaal achter. De eerstgeborene dochter, die heet Zadie. Dus mijn moeder die heet Zadie, omdat ze de eerstgeborene dochter is van haar vader die uit Ivoorkust komt. Ik ben haar eerstgeboren dochter, dus ik heet ook Zadie. Mm-hmm. En mijn dochter is ook de eerstgeborene dochter, dus die heet ook Zadie. Dus het is een naam die wij als van generatie naar generatie brengen naar de eerste vrouw die dus geboren wordt in een gezin. Oh, dat is heel mooi. Ja. En Sol staat voor alles dat vanuit de ziel komt. Dus de vintage die is uitgekozen met liefde. Mm. De nieuwe spullen. De spullen over de gehele wereld. Dus daarvoor staat Sol. Oké, nou dan maak ik even een slag naar de liefde. Mm-hmm. Hoe ervaar je liefde op dit moment? En van wie? Wauw. Hoe ervaar ik liefde? Ik ervaar liefde als de vorm erkenning, harmonie, rust, understanding, dus het begrijpen van elkaar en het willen geven en ontvangen. En zo. Van wie? Ja, dat is van een ieder die het wil geven. Mijn dochter, mijn man. Mijn moeder, mijn broertjes, mijn zusjes, mijn vader, mijn vrienden. Maar ook van mensen, van een onbekende. Dat kan ook. Want ik ben mijn bedrijf begonnen en ik kreeg een berichtje. Oh, nou meid, ik wens je heel veel plezier en succesvolle jaren toe. Soms komt liefde van een onverwachte hoek. Klopt, ja. En door open te staan voor alles wat met liefde staat, daar heb ik ook dat hartje bij mijn oor. Gewoon alles wat vanuit liefde komt, daarvoor sta ik open. En dat is voor mij liefde. En hoe geef jij zelf liefde aan mensen?
Ik geef liefde door mijn eigen dromen te verwezenlijken. Deze winkel is met liefde opgezet. Als mensen binnenkomen, zal ik ze met liefde behandelen. Kan ze een stukje van hoe ik de wereld zie, hoe ik kleding zie, hoe ik sieraden zie, kan ik hun meegeven. En ik geef liefde door gewoon te luisteren en mensen te begeleiden, want ik ben een geboren leidster. Ja, dat is mijn vorm van liefde. En gewoon heel veel geven. En niet te vergeten, koken. Ah, en mijn muziek. En mijn muziek, ja. Ah, oké. Okay. Ja. Want je zingt ook? Of, ja. En wat ik voor maak, muziek? Ook divers. Van rap naar jazzy soul, naar van alles. Ja, ja, oké. Okay. Je bent echt een duizendpoot. Ja. Je doet echt van alles. Ja. Soms moeilijk, soms ook weer fijn, omdat je kan een soort van in alle kleuren kan je mee veranderen. Maar soms is het ook moeilijk als je heel veel dingen kan om je vast te houden aan één ding. Mm-hmm. En wat wil je eigenlijk bereiken met je winkel, met je onderneming? Geboren zijn met een reden, geboren zijn met een legacy en iets achter kunnen laten waar mijn kinderen, haar kinderen en haar kinderen trots op kunnen zijn en een basis kunnen hebben in deze wereld en een naam. Oké, mooi, mooi. Ja. Dankjewel. Nou. We zijn aan het einde gekomen van het eerste filmpje van In The Picture. Wat is jullie visie over de liefde? Laat het weten in de beschrijving. En vergeet natuurlijk niet om te abonneren, te delen en te liken om op de hoogte te blijven van alles rondom mijn YouTube kanaal. Tot de volgende. Bye bye.